We krijgen terug op 2020 met jou, Gert. Wat zijn nou vanuit het perspectief van de bedrijvenkring Ondernemend Veendaal uh, de successen geweest? Ja, het is altijd uh, lastig om over successen te praten als er een in moeilijke 2020. tijd is. In 2020, uh, ja. ja. nee, ik uh, in principe hebben we, zijn we van ondernemers teruggehoord dat ze het fijn vonden dat we stappen hebben gezet om ondernemers te ondersteunen in de coronacrisis. Hoewel heel veel dingen ze natuurlijk zelf moeten, moeten regelen. Ja. Uh, een heel belangrijk onderwerp wat de laatste jaren heeft gespeeld is de omgevingsvisie, daar komen we straks nog op terug. Maar ja. daar hebben we echt een stevige bijdrage aan kunnen leveren als mm -hmm. uh, bedrijvenkring. Uh, we hebben toch nog wel wat uh, offline en online evenementen uh, kunnen organiseren waarin we nou ja, kennis delen. Uh, om bijvoorbeeld uh, subsidiemogelijkheden in de gaten te houden voor ondernemen. Maar uh, ja, dat was veel breder. Ja. Maar ook uh, hoe ondernemers uh, kunnen omgaan met, uh, met thuiswerkers en uh, ja, hoe je die bij de les kan houden. CQ uh, ja, er zijn ook mensen die alleen thuis zitten uh, om daar ja, voor te zorgen eigenlijk. Uh, een, een heel leuk ding was de haringparty uh, drive-thru. Ja, yeah. uh, dus normaal zijn we al uh, ja, op, op een terras en uh, hebben een uh, zilveren Haring-winnaar. En, en uh, dat, dat zilveren Haring, dat, ja, dat, dat wil je op een vol terras doen, dus dat hebben we niet gedaan, yeah. maar wel een drive-thru. Uh, dat werd er, erg gewaardeerd. We hebben nog wel een fysieke ledenvergadering kunnen houden op uh, uh, zeg maar Prinsjesdag-lunch uh, uh, in de Basiliek op, uh, op ruime afstand. Uh, nou dus ja, dat dat toch georganiseerd krijgt. Uh, uh, ja, dat is mooi. Ja. Yeah. En uh, dan heb je natuurlijk de dossiers uh, die, die, die lopen. Uh, heb je het over waterstof, zonne- of bedrijfsdaken, mobiliteit, participatie, onderwijs, arbeidsmarkt. En dat gaat het gewoon door? Ja, dat gaat op zich door. Uh, en, en ook daar uh, ja, dan moet je wel aan trekken om dat in, in beweging te houden. Uh, want ja, is, in heel veel instanties en bedrijven heb je heel snel de, de neiging om te zeggen: Nou, alles, alles is belangrijk rondom corona en de rest we zien we wel eventjes. Maar mm -hmm. ja, sommige dingen denderen door dan. En dan, ja, dan moet je wel scherp op blijven. Het is natuurlijk wel zo dat je uh, daar je uren in moet stoppen, hè, als bestuur en als werkgroep, uh, om te zorgen dat inderdaad die meters gemaakt worden en dat er naar de ondernemers geluisterd wordt. Ja, ja daar, daar ben je ook eigenlijk je, je team zeg maar, van bestuurders en uh, de bedrijfskring Veenal heeft ook veel commissies daaronder ja. hangen. Ja, die doen heel veel uh, werk natuurlijk om dat voor elkaar te krijgen. En daar proberen ook altijd ondernemers in te zetten die ook passie voor zo'n uh, onderwerp, zo onderwerp hebben. Dus uh, daardoor kun je dat uh, leveren. Maar ja, de, de bestuurders die daarboven zitten, die het uh, aan moeten uh, jagen, ja, die moeten wel in gesprek blijven ook met de bestuurslaag aan de politieke kant of aan de onderwijskant om... Uh, ja, de boer op scherp te houden. Ten slotte ben je een uh, belangenwaardiger. Uh, en dan is dat je basistaak. Uh, dus daar zul je er wel aan moeten trekken. Ja. Als je nou terugkijkt, uh, uh, is er dan iets, een anekdote of iets waar, waar, waarvan je denkt van nou dat was toch wel een mooi moment? Ja, een mooi moment. Uh, ja, de, de, de omgevingsvisie die, zeg maar, die door de gemeenteraad uh, werd, ge, werd geloofd zeg maar. Dus, ja. uh, en er en zitten dan elementen in de, waar je een bijdrage aan hebt kunnen leveren. En natuurlijk ook wel puntjes die je misschien nog net iets anders had willen zien. Uh, maar ja, je hebt daar toch best lang aan gewerkt. Dus uh, bijna twee jaar, denk ik. Ja, daar zouden we direct nog verder over praten. Ja, ja. oké. Okay. Um, mooi.